val maar gelijk met de deur in huis. Het wordt een vlog met een zwarte rand. Lekker dan, jongens. Ja, nu maakt het allemaal niet meer uit. Nu maakt het allemaal niet meer uit. Het laatste uurtje is aangebroken. Ik wil deze vlog graag afsluiten met een mooie fotocollage van de honden. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve patatties, welkom bij weer een nieuwe video. Ik val maar gelijk met de deur in huis. Het wordt een vlog met een zwarte rand. In de vorige vlog hebben we het er al over gehad. Maar we hebben de beslissing genomen om zowel Mojo als Reggie samen te laten inslapen. Zoals je je kan voorstellen is dit zeker niet over één nacht ijs gegaan. Wij hebben natuurlijk ze allebei zien aftakelen eigenlijk. En ik zie dat het met de dag slechter gaat met Mojo. Hij drinkt ontzettend veel. Hij gaat zeker 20 keer per dag moet hij plassen. En soms dan redt hij het ook niet. Dus dan doet hij het in huis. 1 of 2 keer per dag. Vanochtend stond hij om 5:30 waren ze aan het blaffen. Moest hij plassen. Hij is nu ook aan het blaffen, dus ik ga eventjes kijken wat er aan de hand is. Geen idee wat er aan de hand was. We zien Mojo gewoon heel erg achteruit gaan. En het past ook wel gewoon bij zijn leeftijd. Hij is 11,5 jaar. Wat heel oud is voor een Engelse bulldog. Die worden gemiddeld 8. En ik ben al heel dankbaar dat hij zo oud is geworden. Want met 14 weken was hij eigenlijk al een soort van opgegeven. Dat hij heel veel problemen had met zijn luchtwegen. En daar heb ik hem toen aan laten opereren uiteindelijk. Ja, en dat was echt de beste beslissing die we hadden kunnen nemen toen de tijd. Want hij is er nog steeds. Ja, nu is het gewoon een oude opa. En je merkt gewoon, hij had eerst wel wat klachtjes, maar het is nu best wel in een rap tempo. Is het gewoon slechter geworden. En hij is dovig. Zoals ik al zei, Mojo wordt dovig. Je merkt gewoon dat hij af en toe niet meer helemaal helder is. En dus dat enorme plassen en dat hij zijn eigen huis, hè, zijn eigen ding gaat bevuilen, dat is gewoon geen goed teken voor een hond. Daarnaast lopen we al heel lang met Reggie dat zij oorontsteking heeft en daar veel pijn aan heeft. En een hond laat niet snel zien dat hij pijn heeft, want dat is een teken van zwakte en dat zullen ze nooit doen. Zolang het gaat zullen ze ook blijven eten en drinken. Als ze dat niet meer doen, dan zijn ze echt heel ver weg. En eigenlijk wil je het niet tot dat punt laten komen. Ook voor Reggie hebben we heel veel onderzoeken laten doen en veel dingen geprobeerd voor haar oor. Daar ben ik weer. We hadden even bezoek van Mariska, mijn lieve vriendin. Die is even langs geweest. En die heeft even wat lekkers voor de honden meegenomen. Super lief. Is het weg, Reggie, wat je hebt gekregen? We laten ze nu gewoon genieten. En de laatste 2 dagen dat we gewoon gaan proberen om ze veel aandacht te geven. Nog even leuke dingen met ze te doen. En wat voorbereidingen te treffen. We hebben besloten dat als het mag, dat we ze gaan begraven in de tuin. En ik wil het eigenlijk daar rechts in het hoekje gaan doen. Omdat dat het laatste
plekje is waar volgens mij nog een beetje zon komt. En het is een mooi plekje bij de muur. Dus dan kunnen we eventueel nog wat ophangen of iets. Of, nou, ik weet het nog niet. Ik denk dat ik een jute rol ga kopen. Zodat ze daar mooi ingewikkeld kunnen worden. En dan is het morgen het laatste afscheid. Dus we gaan nog eventjes tijd met ze besteden. Even de kleine stukjes, want allemaal stikken ze er ook in, want het is al hapselijk weg. Niet mijn vinger eraf, hè? Red je rustig? Mojo! Retje, nee. Deze is van Mojo. Nee, Retje. Dit gaat zo niet, hè? Retje, nee. Retje. Ze worden helemaal gek. Lekker, hè, jongens. Ja, nu maakt het allemaal niet meer uit. Nee, want dan gaan ze ruzie maken. Dat willen we niet. Wij stoppen, hè? Aan het einde stoppen. Kom maar naar mij toe. Nou, dat vind ik leuk. Zo. Oh. Kijk dan hoe goed. Nou, vandaag ben ik lekker dus met Mojo en Reggie buiten gaan lopen. Ze hebben allemaal lekkere dingen gehad. Daarnaast heb ik nog niet verteld dat het gaat met mij gelukkig een stukje beter. Ik heb, het was toch een bacteriële infectie, dus ik heb daar antibiotica voor gekregen. En daarnaast heb ik ook gelijk aangekaart dat ik heel erg last heb van mijn rug. En dat weer terug is gekomen. En omdat ik dus vooral als ik ga liggen heel veel pijn heb in mijn onderrug. Ik had toen natuurlijk met de dokter besproken en die zei dat ik een gewrichtsontsteking zou hebben. Ja, ik heb ook veel last van ik heb de scoliose, spondylolyse. En waar het vandaan komt. Een van de twee of misschien een combinatie van. Ik ga nu pilletjes krijgen voor de nacht tegen zenuwpijn. En nog iets. Ik denk tegen een ontsteking. En dan gaan we dat even proberen en kijken of dat helpt. En helpt het niet, dan kunnen ze kijken of ze er misschien een spuit in kunnen zetten. Ja, ik had nu zoiets van, joh, ik heb al zoveel achter de rug. Ik ga nou gewoon niet eigenwijs zijn. En niet zo van, ik moet er doorheen en weet ik voor wat. Ik heb alleen mezelf ermee en ik heb alleen maar pijn. En zeker als ik ziek ben, dan straalt het gelijk als eerste daar naartoe. En ik ga echt kapot van de pijn. Dus we gaan even kijken. De medicijnen moeten nog komen, want die moesten nog besteld worden. Dus dan hoop ik die ook snel te hebben. Wij gaan waarschijnlijk dadelijk, als Sergio thuis is, een graf graven in de tuin. Fakkeltjes erbij. En even voorbereidingen treffen voor morgen. Nou, we zijn bezig met de voorbereidingen. We hebben wat fakkels neergezet. We hebben hier een beetje afgetekend hoe groot het ongeveer moet zijn. Om het in de tuin te begraven moet het minstens 70 centimeter diep zijn. Dus dat moeten we ook even goed in de gaten houden. Oké.
Goedemorgen. Wij zijn al vroeg op pad. Want vandaag is the day. Let Mojo en Reggie fly away. En die gaat toch dood? Die gaat dood. Ja, dat klopt. Ja. Dus we gaan even naar het tuincentrum. En dan willen we even kijken of ze daar een jute rol hebben. We gaan niet naar het tuincentrum. We gaan toch boodschappen? Ja, maar dit hoort ook bij de boodschappen. Welke? Nou, we moeten eventjes iets hebben. En dan daarna gaan we boodschappen doen. En we gaan even kijken of we nog iets van een plantje of zo erbovenop kunnen zetten. Ik wilde eigenlijk voor een zonnebloem gaan. Maar ik heb begrepen dat die gewoon elk jaar doodgaan. En niet opnieuw opbloeien, dus. We gaan even navraag doen. Dat vind ik ook vreemd. Want je hebt van die zonnebloemen die echt mega groot zijn. Is dat dan in één jaar? Ja, dat denk ik. Ja. Nou, we gaan even navraag doen. Zo, we zijn weer even naar buiten. Schoonmoeders is ook gekomen. Ik zie ook ineens dat Mojo mank aan het lopen is. Nog eens bij nu. Nou, het grafje is klaar. Diep genoeg. En dat je er niet meer uitkomt, schat. Moet ik even helpen? Nou ja, ik kom er wel uit. Maar. Zo. De rest moet ook niet instorten natuurlijk. Nee. Nou ja, het is sowieso diep genoeg. Ja. En ze mogen net als in het mandje lekker dicht bij elkaar. Dicht tegen elkaar. Ja, dat was ook de bedoeling. Dus het laatste uurtje is aangebroken. Het is zo'n raar, ik kan het gewoon me nog niet voorstellen dat ze er zo, straks niet meer zijn. Ja, ik ben er een beetje afgestomd, merk ik. Ja. Ik heb er nog echt geen. Nee. Geen. Real life gevoel bij of zo. Nee. Dus. Nou ja, en ik heb net nog met Mojo en Reggie gelopen. En ineens begint Mojo dus een beetje te manken. Wat dus nieuw is. En nou weet ik ook niet meer of ik dat al gezegd heb. Soepel. Maar ja, ik ben toch wel benieuwd wat de arts erover zegt. En ik hoop dat zij wat dat betreft een bevestiging geeft. Tenzij zij zegt van een van de twee heeft natuurlijk echt nog een hele kwaliteit van leven. En ik kan nog lang mee. Maar de kans heel klein, maar het kan. We maken niet voor niks die keuze natuurlijk. Dus ja, ik wil toch nog eventjes fotootjes met ze maken. Zoals je mag. Nou, we hebben inmiddels leuke foto's gemaakt. Reggie is een beetje cranky en Mojo is doodvermoeid. Vermoeid. Heel mooi. Doodvermoeid. Ja. Nee, is heel goed. Nog een half uur. Ja. Dus nog even een paar leuke foto's maken nog. Ander lensje even proberen. Ja. Mojo verstopt zich al de tijd. Mojo is gewoon heel. Maar humpen gaat nog wel. Humpen gaat nog wel. Thank you.
Wat, hoe komt wat nou? Hoe komt dit nou? Dat het nog helemaal niet dicht is. Dat hebben papa en mama gedaan. Maar waarom heeft het een grote gat? Waar het grote gat is? We hebben Mojo en Reggie begraven, weet je nog? Oh. Nou, goedemorgen. Gelukkig zijn kindjes heel soepel. Ik vind het akelig stil in huis. Dan merk je pas ook hoe erg ze in je systeem zitten met alles. Met, oh, ik moet naar beneden, want de honden moeten eten. Of je hoort ze gewoon op de achtergrond trappelen. Gewoon leven in huis, aanwezig zijn. En ja, dit was de eerste keer met de trap naar beneden dat de honden niet voor de deur stonden. Te wachten totdat we kwamen. Dus nou, dat zal wel echt een lange tijd duren voordat dat uit ons systeem is. Mama, kijk. Ja, het is nog een beetje vies allemaal, hè. We gaan even goed stofzuigen vandaag. We hadden gisteren Jessie Zilver opgehaald van oma. Toen vonden we het al heel raar thuiskomen. Dat is echt. Kijk. Wat kan jij, liefje? Ik kan koprollen. Kan jij koprollen? Ja, lopen, 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 lopen verder. Ja. Ja, door. Duwtje. Ja, nog een keer. Oh. Ja, bijna. Je moest even zo'n sprongetje geven. Doe maar nog een keer. Ja. Oké. Okay. 1, 2, 3. En dan springen. Ja. Hoger. Ja, ja. Bijna. Nou, maar bij oma ging ik koprollen. Ja. Ja, maar daar heb je wel een zacht kleed, hè? Ja. Dat scheelt. Hé, zullen we een mooie kleed hiervoor zetten, dat ik kan koprollen? Ja, dat we daar een mooie kleed gaan neerleggen. Ja. Ja, dat kan nu wel, hè, nu de hondjes er niet meer zijn. Wat? Zeg je? Dat kan nu wel, nu de hondjes er niet meer zijn. Anders werd het kleed zo vies, ze ging zo erg ruiken. Dus dat hebben we nooit gedaan, hè, zo'n kleed. Nee. Nu kan het wel, eventueel. Maar dat is iets voor later, hè. Even rustig aan, jij. We hebben mooie twee potten hebben we op een plekje neergezet. Symbolisch, er gaan nog twee mooie planten inkomen. Oké, hier moet een plant, die ga ik dragen. En hier moet een plant, die mag jij. Ja? We hadden een mooie plant gezien, een Mexicaanse palmboom. Maar die moet ja, 's winters binnen. En 's avonds kan die, of 's avonds, in de zomer kan die naar buiten. Maar hij heeft dus ook bloempjes er nog aan. Dus dat was wel heel gaaf. Dus die willen we dan op een plekje hier zo. Vond je dat een mooi liedje? En dan in de zomer Mama. Kan die op een plekje. Mama. Ja, schat. Vind je dit mooi lijkt? Heel mooi. Is de dag verder? Ja. Hoe kom jij je bed uit? Hoe heb je geslapen? Ik was om 5:30 wakker en toen kon ik niet meer slapen. Ik heb een beetje geboeld en gedraaid en mijn telefoon gekeken en instelling veranderd, geloof ik. Ja, gewoon. Je mist gewoon iets. En ja, ik had ook een Insta gemaakt waarin vanuit mij, vanuit mijn kant gezien, was het gewoon de allermooiste haat-liefdeverhouding die ik ooit gekend heb. Ja. En nou ja, gisteren was ik ook de hele dag wel ongemakkelijk, zeg maar, hè? Een beetje naar gevoel en zo. Maar het kwam nog niet echt binnen. Het was een beetje
een beetje verstomd en een beetje, ja, hoe zeg je dat? Pragmatisch het juiste woord. Gewoon heel erg structuur bezig met de dag. Van, nou, ik moet nu dit doen, ik moet nog dat doen, ik moet een gat graven. En ik was totaal niet echt bezig met in dat gat. Ja, was, ja, moeilijk uit te leggen, maar niet echt heel... Nee, ik kan je gewoon niet voorstellen wat er echt gaat gebeuren. Nee, zeg maar, hoe niet, dat echt kon gaat er zijn. Niet echt voorbeelden van... Hier ga ik Mojo en Richie inleggen. En ja, toen eenmaal Richie ingeslapen was, lag Mojo al ruim 20 minuten bij mij op mijn schoot. En nog levend. Ja, lekker warm. En in slaap. Ook niks meegekregen van hoe het met Richie ging. En uiteraard had ik met Richie al tranen, maar... Met Mojo had ik gewoon wat meer band. Die liet dat ook meer toe. Dat was echt een knuffelbeest. En... Ja, dus die lag bij mij lekker. En die hebben we toen bij jou op schoot gelegd. Maar net voor het bij jou op schoot leggen, toen brak ik wel. Dat was wel echt mijn breekmomentje, zeg maar. Dus ja, ik heb hem bedankt. Ik zeg, dag oude vriend, oude lobbes, oud knuffelbeertje. En ik kreeg ook echt zo'n flashback van een natte neus van de eerste keer dat jullie bij mij kwamen slapen. Dat je niet bij mij in bed wilde, nog. En Mojo en Richie er ook bij waren en ik ineens een natte neus kreeg midden in de nacht. Ja, dat soort momentjes. Het zit in je systeem. Je bent er lief voor, ze komen knuffelen, je houdt ervan. En de ene dag heb je er wat meer mee dan de andere dag. Maar over het algemeen waren het gewoon alleen maar super lieve hondjes die nooit iets deden eigenlijk. En van lompheid stonden ze in de weg, maar het waren gewoon hartstikke lieve beestjes. En daar zorg je voor. En het zit in je systeem. En je wilde ervoor zorgen. Dus ja, vanmorgen dacht ik, de deur was mij heel kort. Maar ik de deur open. Oh nee, dat hoeft niet. Ik kwam naar beneden. Er komt niks uit de mand. Er komt niks getrippel. Het valt mij vandaag... Je hoort geen gesnurk. Nee. Wat? Ik wist wel dat ik het er moeilijk mee zou hebben. Want elke keer als we het er dan over hadden, stonden de tranen al in mijn ogen. Maar ik had niet gedacht dat ik echt er zo moeilijk mee zou hebben. Ja, voor jou helemaal. Je hebt ze van pups af aan. 12 jaar lang heb je ervoor gezorgd. Nou, net geen 12. Dat is gewoon een verdomd lange tijd. En het waren echt jouw kindjes. En je vader heeft ze natuurlijk nog meegemaakt. En het is gewoon een onwijs groot gedeelte van je leven tot nu toe. Gewoon bijna de helft. Nou. Dankjewel. Je weet hoe ruim ik de jaren leef. Ja, maar ze hebben heel veel adressen meegemaakt en zijn altijd meegegaan. En ja. Ik heb Mojo in mijn hand gehad toen hij was 3 dagen oud en toen mochten we al kijken. En toen, ja, gewoon zo'n klein hummeltje in mijn hand. En het valt me vandaag gewoon heel erg op dat hoeveel je eigenlijk met ze bezig bent. Onbewust. Nee, dat het altijd even kijken is waar ze zijn. Of hoe vaak ik eigenlijk naar de mand altijd keek. En wanneer je ze verwacht.
Weet je wel? En dat je op de wc zit en dat je al verwacht dat ze komen of om je heen lopen en in de weg staan. En dat er dan iets op de grond valt en dat je denkt, oh de honden, oh nee. En gewoon echt heel veel dingen dat je mee bezig bent. En waar je niet eens gewoon heel erg bij stilstaat. Dan ik moet ze eten geven. En dan ging ik gewoon een paar keer ook die vuilniszakken, zeg maar. Die een beetje wind. En je ziet gewoon wat in je ooghoek. Ja. En dan... Ja. Gewoon... Dat het echt gebeurd is. Dat het gewoon definitief is. Weet je wel. Ze zijn niet... Kijk, we hadden wel eens, als ze dan uit het logeren waren, kon het wel eens even lekker zijn. Weet je, dat je niet vroeg uit moest om ze eten te geven of moest uitlaten of even geen rekening met ze te houden, zeg maar. En dat je denkt, oh, even lekker zo stil. Maar nu gewoon weet dat het echt definitief is. En ze gewoon nooit meer teruggekomen hebben. Oh, ik word gebeld. Een beetje. Ja, nou ja. Al met al, ik heb het er gewoon echt heel erg moeilijk mee. En het zal een lange tijd nog. Jeez. Okay. Probeer het even te doen. Nou ja, dat soort momenten dus. Dat er wordt gebeld en dat er geen honden zijn die gelijk beginnen te blaffen en naar de deur stormen. Heel raar. Ja, het is echt... Jezus. Maar ik moet wel zeggen dat ik het echt als heel, los van het enorme verdriet, als heel prettig heb ervaren gisteren. Ja, de rust... En de kalmte waarmee ze het heeft gedaan en uitgelegd heeft. Nou, we hebben dus en iemand... ons de tijd gegeven heeft. Ja, sorry, vertel. We hebben dus iemand, een dokter genomen die speciaal aan huis komt. En ik heb haar het verhaal al via de mail uitgelegd. En toen heeft ze ook de patiëntendossiers opgevraagd. Hè, zodat ze vooraf ook al een goed beeld heeft. En daarin gaf zij zelf ook al aan dat zeker op zo'n leeftijd, wat gewoon echt heel goed en heel oud is voor een buldog, de klachten wel bijhoren, hè, van nierfalen. En wat betreft Reggie kon zij dus ook zien wat we allemaal hadden gedaan voor haar oren. En dat zo'n operatie inderdaad ook een hele heftige operatie zou zijn. Maar nog wilden ze hier wel een uiteindelijke beoordeling maken. Want ze doen echt niet zomaar honden euthaniseren. Omdat jij dat denkt te willen. Ze moeten daar echt zelf achter staan. Wat natuurlijk hartstikke goed is. En dat geeft mij natuurlijk ook bevestiging. Want als er een... andere uitweg was geweest in die zin, wat beter was geweest, had ik dat natuurlijk gedaan. Dus ja, zij kwam hier en ik had haar gezien op de website. En ik weet niet, maar bij de foto had ik al een hele goede foto. Ik had gelijk wel een goed gevoel bij haar en dat werd eigenlijk ook bevestigd toen ze er was. Ze was heel kalm. Ze zei, ik doe alles op jullie tijd. En natuurlijk even aftasten en naar de honden kijken en naar ons verhaal. En zij zag ook dat Mojo en Reggie zelfs in die hele korte tijd gewoon onafscheidelijk zijn. Gewoon de hele tijd zijn ze met elkaar bezig. En ja, ik vertelde haar ook huilend van ja, weet je, ik hoefde het echt geen grote bench te kopen of een grote mand. Want ze gingen altijd op één klein stukje liggen, op elkaar. Ja. En in elkaar.
Dus ja. En nou ja. En zij zag dus ook wel in dat dit de beste oplossing was. Ja, ze gaf ook aan. Honden hebben eigenlijk geen tijdsbesef. Dus in dat geval, of je het nou nu doet of over een maand. Hè, daar hebben zij niet echt een weet van. Dat is echt iets van de mens. En nou ja, ik zag al hoe moeilijk ik het had die afgelopen week. Dat we daar echt serieus mee bezig zijn geweest. Dus ja, ik wilde dat ook niet nog langer rekken. En gek genoeg, toen ik met de Mojo ging lopen gisteren, ging hij ook ineens mank lopen. Dat was ook nieuw. Dus het ging gewoon heel snel. Hè? Het ging heel snel. Ik vond ook wel kundig dat zij ook zag, weliswaar nadat ze ingeslapen waren, dat ze bovenop de hoofd, de kaakspieren, dusdanig ingevallen waren bij allebei. Maar bij Mojo vooral. Ja. Doordat hij gewoon heel weinig vocht meer opnam. En echt gewoon, ja, zoals bij de mens, ingevallen gezicht, is dat bij hun zo bovenop de hoofd. Ja, want als je oude fotootjes ziet van Mojo, dan zie je dat hij een beetje een breed hoofd heeft, zeg maar. Wat Reggie eigenlijk nog wel had. En nu had hij een beetje een kegelvormig hoofd. Ja. En wat ook weer bij die neervallen hoorde. Ja. Ja, en wat betreft met Reggie. Ja, die oren die werden gewoon niet opgelost. En ik merkte ook nu weer dat het weer terugkwam. Het oor was hartstikke vies. Ja, en ook dat geluid wat ze maakte als ze er dan zelf zo in ging krabben. Dat gaat echt door merg en benen. Ze had echt heel veel pijn aan. En ja, en als honden daarover geluid maken, dan doet het echt heel veel zeer. Ja. Want honden die proberen als laatste te laten zien dat ze ergens pijn aan hebben. En ook al kon ze nog wel ronddartelen, en dat vond ik dan eigenlijk nog het moeilijkst. Maar je moet ook rationeel blijven denken. Want dit was gewoon iets wat eigenlijk niet opgelost ging worden. Want opereren wilde ik haar sowieso niet meer aandoen. Zeker niet op die leeftijd. En Reggie was ook al 10 en Mojo 11 jaar en 7 maanden. Dus wat dat betreft, en ik wilde haar ook niet aandoen dat Mojo er niet meer zou zijn. En dat zij dan alleen achter zou blijven. Dus ik vond het wat dat betreft wel een mooie gedachte om ze allebei samen te laten gaan slapen. En samen in het graf te laten en zo. Dus hier is uiteraard heel lang over nagedacht. En we hebben jullie er ook al een beetje op voorbereid dat wij daar aan dachten. Maar natuurlijk ging dat verder terug. Ja. En nu was gewoon echt het moment daar dat we echt Mojo achteruit zagen rollen. Het gaat ook heel snel en heel humaan. Ja. Ze hebben niet tegengesparteld. Gewoon bij het eerste stukje medicijn wat erin gaat, gingen ze slapen. Eenmaal goed onder narcose, het heftige spul erin. Nou, het was echt gewoon 20 seconden en toen stopte het hartje al bij allebei. Ja. Dat ging echt zo snel. Ja, en ze zagen er gewoon echt uit alsof ze sliepen. En dat vond ik wel heel geruststellend. En dat ze echt op mijn schoot hebben gelegen. Ja. Ik denk dat we dit niet beter hadden kunnen doen wat dat betreft. En het was gewoon heel fijn om ze ja, echt bij me te hebben. En niet gewoon naar een dierenarts te gaan. En nee, daar op een tafel te leggen. Ja, en nou, die spuit erin en je laat ze daarachter. Weet je wel. Ja. We hebben ze tot het einde helemaal alle waardigheid gegeven die ze verdienden. We hebben ze mooi in de jute zak gedaan. Met een mooi rendierplaatje erop. Ja. Een mooie jute zak met een rendier erop. En
ze in het graf leggen, dat vond ik wel het moeilijkste. Dat heb ik wel... Zo, ja. Jij ging het graf staan en toen moest je Reggie erin tillen. Zo, dat was wel even een breed moment, hè? Ja. Ja. Daar, we hebben fakkels aangestoken en... ja, het zo mooi mogelijk geprobeerd te maken en te doen. Vandaag nog een heel lief kaartje gehad van Mariska. Dat ze met ons meeleefde. Ja, ook Mariska kent ze vanaf pups af aan. Ja. Ja, het is gewoon fijn dat iedereen... nou, ook iedereen die... ja, Marco is er even geweest. Ja, ze, hun eerste baasje met wie ik Mojo en Reggie heb gekocht. En die is ook nog langs geweest voor, om even met ze te knuffelen. En, ja, gewoon de mensen die van ze gehouden hebben en voor ze gezorgd hebben, heb ik uiteraard op de hoogte gesteld. En in de gelegenheid gesteld om ze nog gedachten te kunnen zeggen. En ja, daar ben ik ook blij mee dat we dat hebben gedaan. En, ja, het is gewoon super heftig. Ik vind het concept dood nog een beetje te moeilijk te begrijpen, te bevatten. Ja. Van het ene moment zijn we foto's aan het maken boven. Ja. En het volgende moment zitten we hier beneden en stopt het hart. Het hartje ermee en liggen ze, hè, want we hebben daar nog een hele tijd zitten kletsen met mijn moeder en weet ze nou, Amanda. Ja. En ze hebben daar gewoon een hele tijd op de grond gelegen naast elkaar. Gewoon echt in de lichthouding. Ja. Alsof ze er gewoon nog waren. Ja, gewoon echt... lekker laten slapen zoals ze dat konden doen. Alleen dan zonder geluid. Dat was het enige verschil. Ja. Ja, het was echt... ik ben zo blij met de foto's die jij nog hebt gemaakt. Ja, dat is echt goed gelukt. Ja, ik wil zo ook nog even eindigen met wat foto's van hun. En, ja. Maar ik ben echt blij dat we dat nog hebben gedaan. Dat we nog naar boven zijn gegaan, naar de zolder, om nog een paar... Ja, echt leuke foto's van ze te maken met mij. En, ja. Daar ben ik echt heel blij mee dat die zo leuk gelukt zijn en, maar dat was echt nog van, ze komt over een half uur. Dat was echt, tot het laatste moment zijn we daarmee bezig geweest. En je bent ook gewoon zenuwachtig voor wanneer ze komt. En je bent gewoon de hele tijd misselijk. En, het is gewoon afwachten tot het moment. Ja. Gewoon het aftellen. Ja. En wat je zegt, gewoon dat het gewoon echt over is. Het is gewoon zo... raar. Ik wil deze vlog graag afsluiten met een mooie fotocollage van de honden. En ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie medeleven al in de vorige vlog. En dat jullie ook zo van ze genoten hebben, ondanks al het getrippel van hun. Dat jullie al het getrippel en de nagels hebben geaccepteerd in onze video's. Nu, maar nu dat je dat nu zo ook zegt... emotioneert me dat ook wel, gewoon dat jullie zoveel met ons meeleven en dat er zoveel mensen zijn die zulke lieve berichten achterlaten en meeleven. Dat doet ons gewoon altijd heel erg goed. Ja, het is gewoon superleuk om te lezen en lief. Dus Ik ga niet eindigen met normale eindigen. Nee. Dankjewel voor het kijken. Heel erg bedankt voor het kijken. En geniet nog even van de laatste beelden van onze lieverds. Ja. Tot de volgende keer. I come to you in times of trouble. Thank you.
show.